Elektroshocktherapie. Je hebt het wel al eens gezien in van die oude films waar mensen in de psychiatrie gedwongen elektriciteit door hun hersenen krijgen. Maar gelukkig is dat iets van het verleden, toch? Elektroshocktherapie is een veilige behandeling, gebeurt na toestemming van de patiënt en is volledig pijnloos, want het gebeurt onder verdoving. Klinkt toch wat raar allemaal, vind ik. Om hier meer over te weten, gaan we vandaag op bezoek bij Didier Schrijvers. Hij is psychiater, onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen ook. En hij behandelt zoal meer dan 10 jaar zwaar depressieve patiënten in het Universitair Psychiatrisch Centrum in Duffel. Kan elektriciteit je uit een depressie halen? Dat is een speciale behandeling, dat moet ik toegeven, maar een behandeling die zeer goed werkt bij patiënten met ernstige types van depressie. En met zeer goed werken bedoel ik dan slaagpercentages van 50% tot 90% van de patiënten. Dus dat wil zeggen dat 50% tot 90% van onze patiënten goed tot zeer goed reageren op een behandeling met ECT. Maar een therapie die elektriciteit gebruikt, ja, dat klinkt toch nog altijd heel pijnlijk. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Het doel van die elektrische impuls is om eigenlijk een epileptische aanval uit te lokken. Dat noemen we ook wel een convulsie of een stuip. En wat gebeurt er dan? Dat betekent dat de armen en de benen eigenlijk het hele lichaam forse spiersamentrekkingen vertoont. Nu, om die spiersamentrekkingen iets zachter te maken, gebruiken we spierverslapping, zodat je eigenlijk in de praktijk alleen nog maar een trillende voet of een trillend hand of een trillend been ziet. Dus veel lichter dan de eigenlijke epileptische aanval. Nu, als je de spieren verslapt, dan heb je het gevoel dat je niet meer kan bewegen. Heb je ook het gevoel dat je niet meer kan ademen. En om dat gevoel te vermijden, gaan we onze patiënten onder algemene verdoving of onder algemene narcose brengen. En eens de patiënt effectief slaapt, ga ik de elektrische impuls toedienen. Dat gaan we doen via de elektroden. Wij noemen dat eigenlijk onze paddles, die we op het hoofd van de patiënt gaan plaatsen. De feitelijke impuls die we dan geven, duurt een tiental seconden. En direct na het stoppen van die impuls begint de patiënt dan te stuipen. Dan zie je echt die stuipaanval waar ik daarnet over sprak, waarbij patiënten heel licht nog met de armen en de benen gaan trillen. Dat duurt 20 tot maximum 60 seconden. En eens die aanval gedaan is, gaan we zien dat de patiënt spontaan terug begint te ademen en terug begint te ontwaken. En daarna wordt hij naar de ontwaakzaal overgebracht. Ik kan je daarin geruststellen, de toestellen zijn zo afgesteld dat er niet te veel elektriciteit kan gegeven worden. Het is ook zo dat we per patiënt gaan bekijken welke dosis nodig is. En dat hangt onder andere af van de leeftijd, ook van de schedeldikte en van nog een aantal andere factoren. De meeste mensen met een zware depressie geraken er dus vanaf na een ECT-behandeling. Maar voor wie nu denkt, daar moet ik heen, want het is gedaan met mijn lief, of ik ben de laatste tijd toch niet meer mijn vrolijke zelf. Ja, helaas, zo werkt het niet. Elektroshocks zijn geen hocus-pocus feel-good-methode. Nu, het is belangrijk om te weten dat die behandeling niet voor elk type depressie even goed werkt. Het gaat vooral over de zware, de ernstige depressies, waarbij patiënten heel moeilijk uit hun bed geraken, heel vertraagd zijn, nog heel weinig bewegen, vaak ook heel vertraagd spreken ook. Patiënten komen nog moeilijk tot eten of tot drinken. Dus patiënten zijn echt in een heel slechte toestand. Voor dat type depressie werkt ECT goed. Vaak zien we dat deze patiënten ook psychoses doormaken. En dan meer concreet dat zij waangedachten hebben, waanideeën. Waarbij dat ze ervan overtuigd zijn dat ze in armoede zullen eindigen. Dat ze denken dat ze zullen sterven. Of dat ze zelfs denken dat ze al gestorven zijn. Of patiënten die denken dat ze heel veel schulden hebben, terwijl dat eigenlijk niet het geval is. Dat zien we klassiek bij die ernstige depressies en daar werkt ECT zeer goed voor. Dus een keertje goed laten schokken en je bent verlost van je depressie? Je zou dus kunnen zeggen dat je echt uit je depressie wordt geschokt? Gemiddeld heeft een patiënt een 12 tot 15-tal beurten nodig voordat er echt een antidepressief effect zichtbaar is. Je ziet de patiënt plots vlotter bewegen. Je ziet plots dat hij vlotter begint te spreken, dat hij ook luider begint te spreken. Je ziet ook dat hij zichzelf beter begint te verzorgen. Dat zijn zaken waar we niet naast kunnen kijken, bijna letterlijk, denk ik dan. Ook de pokerface die je soms bij bepaalde patiënten ziet, dus waarbij dat je een heel mimiekarm gelaat hebt, waarbij dat je geen expressie van emoties hebt in het gezicht, die zie je ook langzaam weer verdwijnen en je ziet terug emoties op het gezicht van een patiënt. Dat zijn zaken die we allemaal heel duidelijk zien bij onze patiënten. En eigenlijk pas in tweede instantie klaart de stemming van de patiënt op en dat is pas het moment dat de patiënt zelf aangeeft van tja, ik voel hier zelf ook verbetering. Dus door een elektrische schok aan je hersenen te geven, kan je dus uit een depressie geraken. Hoe werkt dat dan juist in je hersenen? Eigenlijk weten we niet exact hoe het werkt. Maar over ons brein zijn er heel veel zaken die we nog niet weten.
Sowieso, hè, ons brein telt heel veel neuronen of hersencellen. Het zijn er miljarden die in ons brein aanwezig zijn. En die hersencellen die communiceren met elkaar via boodschapperstoffen. Het zijn chemische stoffen die we ook wel neurotransmitters noemen. Serotonine en noradrenaline zijn twee van die gekende stoffen. En bij patiënten met een depressie zien we dat het niveau van die stoffen sterk gedaald is. Nu, wat gebeurt er na een behandeling met ECT? Na ECT zien we een boost van die stoffen die vrijgesteld worden, waardoor serotonine en noradrenaline terug op peil komen in de hersenen. Boodschapperstoffen, hormonen, ze spelen dus allemaal een rol bij een depressie. En dat kunnen wetenschappers ook echt zien op scans van hersenen. We weten dat bij patiënten met een depressie bepaalde hersengebieden minder goed doorbloed zijn en ook in volume afnemen. En als we dan die patiënten ECT gaan geven, dan zien we dat die hersengebieden terug actiever gaan worden en dat wel bepaalde delen van onze hersenen zelfs terug in volume gaan toenemen. Er worden dan eigenlijk nieuwe hersencellen gecreëerd door de behandeling met ECT. En dat zie je eigenlijk hier op dit scherm. Deze specifieke regio neemt dan terug in volume toe na een behandeling met ECT. Dus het werkt, maar je weet niet precies hoe. Is dat dan niet wat gevaarlijk? Ja, die vraag komt natuurlijk een beetje voort uit de beeldvorming. ECT heeft een slechte naam gekregen door de afbeeldingen in oude films. En het is natuurlijk ook zo dat ECT lang geleden voor heel wat aandoeningen, maar ook gewoon gedragsverstoring, werd gebruikt bij psychiatrische patiënten. Vaak ook als dwangmiddel, zonder dat de patiënt daar toelating voor gaf. Ook nog eens zonder verdoving, dus vandaar dat dat als gevaarlijk overkwam. Momenteel, en dat is toch ook weer al verschillende decennia, is het zo dat patiënten enkel op vrijwillige basis ECT krijgen. Ze geven daar toestemming voor en gebeurt het ook volledig onder verdoving. Dus het is een pijnloze en veilige behandeling. Maar net zoals bij elke therapie is het zo dat ook bij ECT wel bijwerkingen optreden. Vooral het geheugen is een veel voorkomende klacht die je ziet na een ECT-behandeling. Maar daar moeten we ook van zeggen dat behandeling met bijvoorbeeld antidepressiva ook bijwerkingen geeft. Daarom is het zeer belangrijk dat we voor elke patiënt die voor ECT in aanmerking komt een goede afweging maken tussen de voor- en de nadelen. Maar voor patiënten met een zware depressie is het een zeer veilige en een zeer effectieve behandeling en daar werkt ze gewoon goed. Dan moeten we niet twijfelen. Heb jij trouwens zelf nood aan hulp of een gesprek, dan kan je terecht bij je huisarts, een psycholoog of een psychiater. En ook de zelfmoordlijn die staat dag en nacht voor jou klaar via hun website of via het nummer 1813.